En de NV-energiebedrijf in Suriname, EBS, noteert in de afgelopen 9 maanden 715 gevallen van schade aan haar infrastructuur. Het gaat in deze onder andere om mastaanrijdingen, graaf- en vegetatieschade en schade door bermbranden, veroorzaakt door derden. Onlangs was het weer zover, meldt de EBS in een persbericht. Aan de Bosbesuilweg op het Rahimaal-project hebben enkele elektriciteitsmasten schroeischade opgelopen door een bermbrand. Ondanks voorlichting van de brandweer gebeurt het nog te vaak dat personen ongecontroleerd brand stichten langs de openbare weg. Deze brandjes ontwikkelen zich vooral in de droge tijd al gauw uit tot een bosbrand, waarbij de masten door het vuur kunnen worden verteerd. Deze kunnen aan de onderzijde verzwakken als gevolg van de schroeischade. Ook de kabels welke langs de paal naar de aarde lopen en van belang zijn voor een goede balans in de stroomvoorziening raken als gevolg van de brand beschadigd. Het gevolg hiervan kan zijn dat er kortsluiting ontstaat welke zorgt voor stroomuitval in de omgeving als ook schade aan apparatuur van klanten aangesloten op het netwerk. Daarnaast wordt de EBS ook geconfronteerd met onvoorziene uitgaven als gevolg van deze ondoordachte handelingen van derden. De EBS waarschuwt dat ook bij dit soort gevallen van schade aan het elektriciteitsnet de kosten voor herstel verhaald zullen worden op de veroorzaker.